Bonjour, mesdames et messieurs, au nom de la Banque nationale, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes nombreux ici aujourd'hui, plus de 1 500 personnes ont accepté notre invitation. Le sujet dont nous allons discuter suscite clairement un grand intérêt. La question de savoir s'il faut ou non lancer une monnaie numérique de banque centrale est un sujet brûlant. Inderdaad, de interesse van jullie in het thema, dames en heren, van ons webinar van vandaag, de Central Bank Digital Currency ideeën, dat is groot. Meer dan 1500 mensen zijn ingeschreven. Als nationale bank die onderdeel is van het eurosysteem, zijn we uiteraard betrokken in de discussies, de debatten en de werkgroepen van de Europese Centrale Bank over die nieuwe digitale betalingssystemen en de rol die centrale banken daarin kunnen spelen. Onze topexperts gaan jullie zo meteen een overzicht geven van de stand van zaken. Na hun presentatie zullen we uiteraard jullie vragen beantwoorden. Die vragen die kunnen jullie stellen via de chatfunctie waar jullie kunnen op drukken en aarzel dus zeker niet om daar jullie vragen achter te laten. En effet, mesdames et messieurs, en tant que banque nationale faisant partie de l'eurosystème, nous sommes naturellement impliqués dans les discussions et les groupes de travail de la Banque centrale européenne sur le nouveau système de paiement numérique et le rôle des banques centrales dedans. Nos meilleurs experts vont s'entretenir avec vous dans quelques instants. Après leur présentation, nous répondrons bien sûr à vos questions. Vous pouvez poser la question via la fonction de chat, donc n'hésitez pas d'y laisser vos questions. Je voudrais maintenant donner la parole à Tim Hermans. Tim Hermans est directeur de la Banque nationale et au sein du comité exécutif, il est responsable de la circulation des espèces, mais aussi de l'informatique et de la supervision des infrastructures des marchés financiers, des services de paiement numérique et de la cybercriminalité. Directeur Hermans is dus bevoegd voor enerzijds de chartale geldcirculatie, maar is ook in de toezichthoudende rol van de bank zeer erg betrokken bij alle initiatieven rond betalingssystemen, digitale betalingssystemen en zo verder. Directeur Hermans is verder lid van de High Level Central Bank Digital Currency Task Force van de ECB, waar de debatten vandaag plaatsvinden over al dan niet een Central Bank Digital Currency te introduceren in Europa. Directeur Hermans zal het thema inleiden. Ik geef hem zeer graag het woord. Bedankt, Geert. Et bonjour tout le monde. Cela ne vous aura assurément pas échappé, mais il y a des nouveaux modèles, il y a des nouveaux processus, il y a des nouveaux intervenants. Les innovations en matière de paiement sont au centre de l'attention dans le secteur financier. Et la numérisation est devenue incontournable et elle influence nos modes de paiement. Nous avons été spécifiquement gâtés ces dernières années par les banques, les établissements de paiement, aussi les fournisseurs de services de paiement, les sociétés de transfert de fonds, les émetteurs de monnaie électronique, mais aussi les entreprises fintech. Tous ont lancé de nouvelles applications innovantes et intéressantes. Et sans compter que les expérimentations d'objets effectuant des micropaiements de manière autonome sont légion. Parmi, par exemple, lesquels des voitures qui procèdent automatiquement au décompte de l'utilisation de routes à péage, mais aussi qui payent une assurance au kilomètre. Et parallèlement à ces évolutions, Tech développe activement des applications de paiement, certaines même dans une unité monétaire d'un nouveau genre. Songeons par exemple au Libra Stablecoin qui a été récemment rebaptisé Diem. Donc, quelle est l'incidence de ces évolutions sur l'économie européenne, mais aussi sur la stabilité financière et aussi sur notre souveraineté? Donc là, ce sont des questions auxquelles la presse a accordé, je crois à juste titre, une attention particulière en 2020. Nu, wat is de rol van de centrale bank in dat geheel? De centrale bank heeft natuurlijk de taak om de goede werking van betalingssystemen te bevorderen. We stellen daarom normen op die garanderen dat veilige, maar ook efficiënte betaalmiddelen
beschikbaar zijn voor een zo breed mogelijk publiek. En we houden natuurlijk ook toezicht op de naleving van die normen. En daarnaast promoten we ook innovatie en efficiëntie. Als voorbeeld noem ik hier bijvoorbeeld de migratie naar het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied of SEPA als een belangrijke verwezenlijking in die context. En tenslotte bieden centrale banken ook zelf diensten aan, bijvoorbeeld bij het verheffen van instant betalingen. Dus we bevorderen de veiligheid, we bevorderen ook de efficiëntie en de innovatie. En vandaag bekijken we hoe een digitale euro aan deze missie van de centrale banken kan bijdragen. Onze rol is immers om het vertrouwen in de euro te versterken, ook in het nieuwe digitale tijdperk. En tijdens dit webinar bekijken we de alternatieve ontwerpmogelijkheden voor zo'n digitale euro en wat voor wisselwerking er daarbij is met de objectieven van een centrale bank. Mais d'abord, j'aimerais évoquer brièvement les analyses que les banques centrales de la zone euro mènent actuellement. Et pour l'heure, les activités se concentrent sur une variante électronique de monnaie de banque centrale, que chaque citoyen et chaque entreprise puissent utiliser pour réaliser ses paiements quotidiens rapidement, en toute simplicité et d'une manière sécurisée. Donc elle remplirait en cela le même rôle que les billets de banque le font aujourd'hui. Mais sous forme numérique. Et l'instauration d'un euro numérique s'est surtout profilée ces dernières années comme une réponse possible au recul de l'utilisation des espèces et à l'avènement des crypto-monnaies. Mais il existe également d'autres scénarios d'avenir dans lesquels l'euro numérique se présente comme l'une des solutions envisageables. Les solutions qui nous permettront de continuer d'exercer notre rôle de banque centrale à l'ère du numérique. Et en octobre, un groupe de travail de l'Eurosystème, donc le High Level Task Force for CBDC, a publié ses conclusions et y a associé une campagne de consultation qui s'est clôturée plus tôt cette semaine. Et Philippe reviendra plus en détail au cours du webinaire sur les scénarios prospectifs envisagés. Met het rapport hebben we ook de mogelijke voordelen en uitdagingen van een digitale euro in kaart gebracht en geanalyseerd. En we bekijken nu hoe het ontwerp van een digitale euro een antwoord kan bieden op die geïdentificeerde uitdagingen. Het rapport focust dus op mogelijke toekomstscenario's. Maar er werden door het eurosysteem nog geen definitieve keuzes gemaakt over hoe ze haar centrale bankrol precies zal invullen. Enkele belangrijke principes hebben we wel al vastgelegd. Zo zal een digitale euro een ander betalingsmiddel zijn, maar wordt het geen parallele munt. Een digitale euro zal contant geld ook niet vervangen, maar zal er een aanvulling op zijn. En een digitale euro is een onderdeel van een allesomvattende strategie voor betalingen in de Europese Unie. Een strategie waarin de CBDC, Central Bank Digital Currency, complementair zijn aan privé-initiatieven zoals het European Payments Initiative, dat wordt ontwikkeld door de belangrijkste commerciële banken van het eurogebied. Dus wat is de stand van zaken op vandaag? Nu, zoals ik zei, de centrale banken in het eurogebied hebben nog geen definitieve beslissing genomen met betrekking tot de uitgifte van een digitale euro. We zullen daarvoor eerst overleggen met de burgers en met de academische wereld, ook de financiële sector en evident ook de overheden om precies te weten wat hun behoeften zijn. Daarnaast bestuderen we met het Europees Parlement en ook met andere autoriteiten het operationele en het wetgevende kader ter zake. Tegelijk zijn we een experimentele fase opgestart om expertise op te bouwen en de afhankelijkheden tussen de verschillende ontwerpkeuzes duidelijk te definiëren. Donc, au cours des 40 prochaines minutes, Philippe et Yvan reviendront brièvement sur les scénarios d'avenir, sur les choix de conception et sur les défis qui se profilent. Évidemment, nous nous tiendrons ensuite à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais donc maintenant, je propose qu'on commence avec la présentation et je passe pour ça la parole à Philippe. Philippe, start up mute.
als ze start. Goedemiddag. Laten we ons eens hebben over geld. Als u vandaag naar de winkel gaat, dan betaalt u waarschijnlijk met cash of met een bankkaart. En we weten in de toekomst zelfs met een stablecoin zoals de Libra of de Diem. En eigenlijk is dat heel interessant, want dat zijn drie verschillende munten die elk een ander type van geld vertegenwoordigen. Als centrale bankier zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd in de manier waarop dat geld eigenlijk ondersteund wordt. Dat die waarde behouden wordt. En dus, omdat er drie voorbeelden zijn, zijn er ook drie tips. Laten we eens beginnen bij het eerste, en dat is eigenlijk een claim op de centrale bank. U bent er allemaal zeer vertrouwd mee. Cash is het belangrijkste voorbeeld hiervan. En vroeger kon je dat zelfs gaan inwisselen tegen een bepaalde hoeveelheid edelmetaal. Maar commerciële banken hebben ook rekening bij de centrale bank. En dat is een andere vorm van zo'n central bank liability. De tweede categorie heeft dan alles te maken met een claim op een privébedrijf. En dat zijn typisch de instellingen onder ons toezicht, zoals bijvoorbeeld commerciële banken, zoals e-money institutions. En misschien zelfs in de toekomst stablecoins, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zoals een identificeerbare entiteit hebben en ook een directe claim kunnen hebben op de achterliggende assets, de achterliggende reserves. Maar als we naar de pers gekeken hebben en de evolutie enzovoort, dan zien we dat die waarde niet altijd moet ondersteund worden door een bepaald asset. En Bitcoin is daar een zeer goed voorbeeld van. U heeft zelf ook de fluctualiteit gezien. En dat is eigenlijk de derde categorie, waar dat er dus geen onderliggende claim is. We zitten dus eigenlijk met een landschap dat bevolkt wordt door zeer interessante betalingsmiddelen. Betalingsmiddelen die ook andere onderliggende eigenschappen hebben. Eigenschappen, voordelen en nadelen. Ik denk bijvoorbeeld als we naar cash gaan kijken, de anonimiteit waar je mee kan handelen. Maar evengoed, commerciële banken bieden zeer veel functionaliteit aan in hun apps. Waarom nog iets meer? Wel, veel economisten en beleidsmakers hebben ons gewaarschuwd voor enkele toekomstige scenario's. Toekomstige scenario's waarin dat er toch wel heel wat aandacht is voor een verregaande globalisering enerzijds en een verregaande digitalisering anderzijds. De directeur heeft al ingelicht wat dat onze functies zijn in de omgeving, in de financiële sector. En in deze verregaande digitalisering en globalisering zouden we eigenlijk de effectiviteit van onze functies zien kelderen of zien verminderen. In zo'n scenario is een digitale euro natuurlijk altijd een mogelijkheid, een van de oplossingen zoals vermeld werd. Dus laten we eens gaan kijken in welke scenario's dat zo'n digitale euro, een claim op de centrale bank, in een digitale vorm voor retail payments gebruikt zou kunnen worden. De eerste twee scenario's zijn heel voor de hand liggend en ze zitten eigenlijk al vervat in de titel van de presentatie. Het ondersteunen van de digitalisering van de economie waar we in leven. We zien dat steeds meer op digitale vorm plaatsvindt. Ook de pandemie heeft erbij gedragen dat we toch een verdere digitalisatie zien in de economie. Maar daartegenover staat niet dat we beschikken over een volledig geïntegreerd, efficiënt, pan-Europees systeem. Ondanks de verschillende integratieprojecten die dat we gezien hebben in de Europese Unie, kunnen we dat ook vaststellen dat er heel vaak met lokale schema's gewerkt wordt die moeilijk met elkaar interageren. Daar zou zo'n digitale euro natuurlijk een antwoord op kunnen vinden. Maar het is niet de bedoeling of niet noodzakelijk zo dat het alleen maar een publiek antwoord zou kunnen zijn. Er is ook ruimte voor privé-initiatieven zoals de EPI of voor samenwerking. Een tweede scenario waar we een digitale euro als een mogelijke oplossing zouden zien, is een scenario waarin dat je eigenlijk een sterke afname hebt van het gebruik van cash. En waar dat het cash eigenlijk minder bruikbaar wordt omdat het niet meer aanvaard wordt door winkeliers enzovoort. Nu, het is ook belangrijk om te zeggen dat in zo'n scenario het wel eens interessant zou kunnen zijn om toch nog een publieke vorm van geld, dus een geld dat een claim is op de centrale bank, te blijven aanbieden. Dat is een scenario dat op dit moment eigenlijk nog niet voordoet. Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar een studie door de Europese Centrale Bank, dan zien we dat in België bijna 6 op de 10 transacties tussen twee particulieren of tussen een particulier enerzijds en een winkelier anderzijds via cash gebeurt.
Kijken we naar een bredere setting, naar het volledige eurogebied, dan gaat het zelfs over meer dan 7 op de 10 transacties die zo gebeuren. Toch zijn er natuurlijk uitzonderingen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Nederland. En is het een situatie dat we blijven monitoren en waar we ook waakzaam in zijn. Als we dan gaan kijken naar de twee volgende scenario's, die ook wel van belang zijn en waar we denken dat een digitale euro een mogelijke oplossing zou kunnen zijn, dan hebben die te maken met het monetaire beleid dat we voeren. Stel nu dat we in een omgeving terechtkomen, in een toekomst terechtkomen, waarin dat privébedrijven, waarschijnlijk big techs, met stablecoins op de markt komen en dat die eigenlijk zeer snel de overhand halen. Dan kunnen wij als centrale bank veel moeilijker de hoeveelheid en de prijs van het geld gaan zetten en eventueel zelfs in een zeer extreem geval onze rol van lender of last resort gaan verliezen. Het zijn natuurlijk wel zeer dramatische en drastische doemscenario's. Het scenario heeft zich nog niet plaatsgevonden, maar het is wel zo, stel dat een big tech firm op de proppen zou komen met een stablecoin, dan zou dit wel eens zeer snel kunnen materialiseren. We zien dat die big tech firms, denk maar aan Facebook, toch wel over een zeer groot gebruikersbestand beschikken, dat zij de incentives kunnen aanbieden om die adoptie nog te versnellen en dat zij ook wel heel veel expertise hebben met het maken van gebruiksvriendelijke tools. Dus dat zou wel zeer snel kunnen uitrollen. Dat is eigenlijk een gevaar dat uit de privésector komt, maar ook in de publieke sector zien we dat er een en ander aan beweging is op het internationaal vlak. Als we kijken naar recente studies, dan zien we dat 80% van de centrale banken eigenlijk een analyse doet van CBDC. Natuurlijk zijn niet al die CBDC's een bedreiging in het eurogebied, maar als we kijken naar de People's Bank of China, die in 2014 reeds begonnen zijn en eigenlijk onlangs een sterk werkend systeem hebben getest, dan is dit een reële dreiging. Aan de andere kant van de transatlantische oceaan zien we dat de Federal Reserve heel hard inzet op beleidsanalyses, als ook op partnerships met technische universiteiten om na te gaan wat dat nu een optimale architectuur is. Stel dat zo'n buitenlandse CBDC zeer interessant wordt en attractief wordt, dan kan je eigenlijk een vorm van digitale dollarisatie meemaken in de eurozone. Vergelijkbaar met de dollarisatie die dat we bijvoorbeeld in Latijns-Amerika zien, in bepaalde landen van Latijns-Amerika. Ook daar, die soevereiniteit van ons geld, dat is iets wat dat we willen vrijwaren en waar dat we ook wel veel belang aan hechten dat de euro een reservemunt blijft. We hebben nu gekeken vanuit een bescherming van het monetair beleid. We zouden eigenlijk ook een scenario kunnen bedenken waarin dat de digitale euro ons monetair beleid zou kunnen versterken. En daarvoor hebben we eigenlijk een euro nodig, een digitale euro nodig, waar je een rente kan opheffen. En dat is eigenlijk ja, een beperking die we op cash hebben die nu wegvalt. Dus je zou theoretisch gezien een rente kunnen heffen op die digitale euro, positief of negatief. Dat is iets waar dat Yvonne later in deze presentatie verder op zal ingaan. Dat brengt mij bij de laatste twee scenario's. En de laatste twee scenario's kijken eigenlijk breder dan gewoon de economie. We zien dat we in de huidige omgeving toch wel te maken hebben met extreme events. En ik denk dat de pandemie een zeer goed voorbeeld is. Veel van u zullen waarschijnlijk nu thuis voor een computer zitten en hebben direct de operationele impact, of die ondervoeren direct die operationele impact van zo'n pandemie. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen gehad op de manier waarop dat we betalen, maar ook op de manier waarop dat operatoren van betalingssystemen hun processen moeten gaan organiseren. Maar een pandemie is niet de enige extreme event dat zich kan voordoen. Daarnaast hebben we ook nog overstromingen, cyberincidenten enzovoort. In deze omgeving zou het interessant zijn dat er een volledig gescheiden parallele infrastructuur zou zijn, waardoor de betalingen steeds mogelijk worden. Dat is een zeer kostelijke affaire en dat is dus ook een element waar een digitale euro een mogelijke oplossing zou kunnen vormen. En het laatste scenario kijkt eigenlijk of is gerelateerd aan onze waarde van ook maatschappelijk verantwoord willen zijn. We kunnen met de digitale euro eigenlijk gaan herbekijken en verder een efficiëntiewinsten maken in termen van kosten en op ecologisch standpunt. Het is belangrijk om dat toch even te kaderen.
Bitcoin heeft een zekere technologie, heel interessant, heel innovatief, maar wordt ook vaak bekritiseerd vanuit energetische en footprint perspectieven. Maar er zijn alternatieven. We moeten niet noodzakelijk de blockchain achter Bitcoin gaan overnemen. En tenslotte moeten we ook kijken naar de kost van het verdelen van cash. Dat is natuurlijk ook niet gratis. Er zijn nu eigenlijk 6 verschillende scenario's die besproken worden in het rapport, verder besproken worden in het rapport, en waar dat we in denken dat een digitale euro een mogelijke meerwaarde zou kunnen zijn. Stel dat we naar zo'n digitale euro gaan, dan betekent dat ook dat dat een zekere impact heeft. Een impact op financiële stabiliteit en monetair beleid. En dat is waar dat Ivan nu verder gaat op uitwerken. Merci Philippe, bon après-midi à toutes et à tous. Nous allons nous intéresser à 2 aspects importants qui sont souvent mentionnés quand on évoque l'émission potentielle d'une monnaie de banque centrale numérique, à savoir la stabilité financière et la politique monétaire. La stabilité financière, tout d'abord, dans des circonstances normales, il faudra s'assurer que le coût de financement des banques ne s'accroisse pas de manière importante. Et en cas de crise financière majeure, comme en 2008, il faudra éviter qu'il y ait des bank runs numériques, à savoir que les capitaux fouillent les banques commerciales pour se réfugier sur les comptes des banques centrales que les citoyens auront ouverts. Le deuxième point qui est important à tenir à l'œil, c'est un maintien de l'ordre monétaire. Le but est de maintenir la fonction d'intermédiation des banques dans la politique monétaire. Et aussi, il faudra faire attention à ne pas accroître l'exposition de l'eurosystème à des chocs, notamment des chocs extérieurs. S'il y a une crise dans une zone monétaire hors euro, il ne faut pas qu'il y ait un désafflux massif de capitaux qui vienne déstabiliser la politique monétaire de l'eurosystème. Donc, on peut en conclure que l'euro numérique devrait être développé pour éviter son usage comme une forme d'investissement. Alors, comment peut-on procéder? Est-ce qu'on va imposer des limites que l'on peut détenir sur son compte en banque centrale? Est-ce qu'on va essayer de dissuader de déposer trop de capitaux sur son compte en banque centrale via une rémunération pénalisante par rapport au taux du marché? Ce sont des éléments qui doivent encore être décidés. À titre d'information, je vais évoquer maintenant les bénéfices de la monnaie de banque centrale numérique pour renforcer la politique monétaire qui sont souvent évoqués dans la littérature. Ce n'est pas la vue de l'eurosystème, c'est ce qui est évoqué dans la littérature. L'eurosystème ne voit pas spécialement pour le moment le besoin de développer un euro numérique pour la politique monétaire, mais plutôt comme un moyen de paiement. Alors quels sont les bénéfices potentiels? C'est de, par exemple, pouvoir diminuer les taux pour les citoyens sous zéro, donc imposer des taux négatifs. Mais si on voulait appliquer cela, il faudrait arrêter l'émission et la distribution des billets de banque, ou en tout cas des grosses dénominations. Et comme le directeur Hermans l'a dit, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être un complément au cash. On parle aussi beaucoup de ces temps-ci de l'hélicoptère monnaie. Et effectivement, si chaque citoyen a un compte en monnaie banque centrale, on pourrait facilement distribuer de l'argent directement sur les comptes que les citoyens détiendraient auprès de la banque centrale. Et pour mémoire aussi, on pourrait développer un nouvel instrument de politique monétaire par rapport à ce qui existe pour le moment. Donc en conclusion, l'euro numérique devrait être développé en premier lieu comme un moyen de paiement attractif. Je vais aborder maintenant 3 aspects importants qui devraient aussi être pris en compte lors du développement potentiel d'un euro numérique, à savoir l'anonymat, le respect de la vie privée, les règles anti-blanchiment et « know your customer ».
La notion d'anonymat et de vie privée sont proches mais pas identiques. L'anonymat, et on peut déjà de la consultation qui s'est clôturée hier en déduire que c'est un élément important qui est invoqué par le grand public. Mais il est évident qu'une monnaie numérique laisse plus de traces que le cash et sera toujours moins anonyme. Mais malgré tout, il est possible, selon le design qu'on veut développer, de garder l'anonymat d'un point de vue technique pour des montants limités. En ce qui concerne le respect de la vie privée, c'est aussi un élément important que les citoyens ont exprimé. Il est bien évident que les banques centrales ne vendront pas les données de paiement à des fins commerciales comme pourraient le faire certaines big tech. Enfin, il est évident que si on développe un euro numérique, il faudra respecter les lois en vigueur, comme le respect des règles d'anti-blanchiment contre le financement du terrorisme. Il faudra respecter les règles Know Your Customer et il faudra que l'euro numérique ne favorise pas l'évasion fiscale. Les banques centrales n'ont pas vocation à avoir des contacts avec 300 millions de clients et donc on pourrait envisager d'utiliser les intermédiaires, soit pour l'ouverture des comptes, soit pour les services annexes. Je passe maintenant la parole de nouveau à Philippe. Dus we hebben het nu gehad over de opportuniteiten en Ivo heeft ook een beetje gesproken over de mogelijke impact dat een digitaal euro zou kunnen hebben. Dan is het ook interessant om eens na te denken over hoe dat zo'n digitale euro er zou kunnen uitzien en hoe dat we met ontwerpkeuzes eigenlijk de negatieve impact kunnen beperken enerzijds en anderzijds kunnen proberen om die positieve voordelen eigenlijk te kunnen maximaliseren. Voordat we eigenlijk in de conceptuele discussie gaan, zijn er twee elementen die ik toch naar voren wil brengen. Het allereerste is dat we met de digitale euro eindelijk op zoek zijn naar een betalingsmiddel dat de noden van de gebruikers en de stakeholders gaat vervullen. Dat is heel breed, u en ik, financiële instellingen enzovoort. Het is niet de bedoeling om te vertrekken van een technologie. Ook al zien we dat er heel veel interessante en nieuwe innovatieve toepassingen zijn, het is echt de bedoeling dat we vertrekken vanuit iets wat we nodig hebben en dan pas een technologische keuze gaan maken. Het tweede element is dat we voor betalingsinstrumenten en systemen zeer sterke veiligheidsvereisten hebben. We hebben veiligheidsvereisten in termen van operationele weerbaarheid, in termen van cybersecurity, in termen van bereikbaarheid enzovoort. Natuurlijk willen we dat ook voor ons eigen systeem. En we willen eigenlijk wel de hoogste mogelijke standaarden naleven. En dat is iets belangrijk, omdat we natuurlijk niet in de conceptuele discussie gaan steken. Als je nu gaat kijken naar het rapport, naar het digitale eurorapport van het eurosysteem, dan zie je een hele hoop van die conceptuele designbeslissingen die moeten genomen worden. Ik kan ze ruwweg eigenlijk verdelen in twee categorieën. Design- of ontwerpbeslissingen die te maken hebben met het systeem dat die digitale euro zal ondersteunen enerzijds. En ontwerpbeslissingen die te maken hebben met de digitale euro betalingsinstrument zelf anderzijds. Laten we eens kijken naar wat nodig is, welke beslissingen, conceptuele beslissingen moeten we nemen in de context van het systeem. Alles staat en valt bij de backend infrastructure, dus dat is het eerste element. We gaan kijken naar de tussenpersonen en hoe die daarop connecteren. En dan uiteindelijk naar de oplossingen die worden aangeboden aan de eindgebruikers. Dus dat bent u en ik onder andere. Beginnen we met die backend infrastructuur. Het allerbelangrijkste daar is eigenlijk de manier waarop dat we transacties, betalingen gaan registreren. Als we kijken naar vele cryptomunten, dan zien we dat daar heel vaak de keuze wordt gemaakt voor een gedistribueerde en gedecentraliseerde manier van registreren van betalingen. En ze geven daar ook wel heel valide en interessante argumenten, zoals bijvoorbeeld weerbaarheid en de manier van betalen, zijn de peer-to-peer.
Maar er zijn ook andere technologieën, technologieën die we niet bij voorbaat mogen uitsluiten en die meer gebaseerd zijn op een soort van centrale registratie. En eigenlijk hebben we daar als centrale bank meer expertise in en we hebben daar ook enkele bouwstenen, bijvoorbeeld als wat we gedaan hebben in de context van TIPS. Een tweede belangrijke beslissing vanuit een conceptueel standpunt dat zal genomen moeten worden, is de manier waarop eindgebruikers zullen gaan communiceren, gaan identificeren aan die backend infrastructuur. En opnieuw zijn daar meerdere mogelijkheden, maar de meest belangrijke zijn enerzijds account-based en anderzijds token-based. En mensen met een crypto-achtergrond, token-based wordt hier licht anders geïnterpreteerd, maar meer vanuit een centrale bankdefinitie die eigenlijk de cryptomunten vooraf ging. Ik ga daar zo'n beetje op terugkomen. Laten we beginnen met de account-based. Wat je daar hebt, is eigenlijk een betrouwbare partij die de identificatie gaat doen en die ook de registratie van de betaling gaat doen. Gewoon puur conceptueel, niet nadenken over de stakeholders involved, is dat eigenlijk relatief gelijkaardig met een betaling, een digitale betaling zoals we dat vandaag doen aan de hand van de bankrekening. Langs de andere kant hebben we token gebaseerd en in een token gebaseerde omgeving ga je eigenlijk proberen te achterhalen of dat een digitaal object echt is. En dus als je eenmaal aanvaard hebt dat dat digitaal object echt is, ga je de transactie uitvoeren, ga je de waarden of de goederen wisselen tegenover die digitale euro. Dat is conceptueel veel vergelijkbaarder met betaling cash, waarbij je bij een bankbiljet ook gaat kijken of dat die veiligheidskenmerken aanwezig zijn voordat je het gaat aanvaarden. Laatste beslissing die dat we zullen moeten nemen als we eventueel zouden overgaan tot een digitale euro, is de toevoeging van extra functionaliteit. Er zijn heel veel interessante mogelijkheden. Je kan smart contracts gaan integreren, je kan helemaal in die programmable money terechtkomen. Maar we moeten ons afvragen of dat uiteindelijk wel de rol van de centrale bank is. We willen dat eigenlijk zoveel mogelijk beperken en dat meer overlaten aan die intermediairs, die tussenpersonen. Omdat we daar toch over bezig zijn, dat is het tweede element in onze systeemoverzicht of in systeemanalyse. De rol van de tussenpersonen, van de financiële tussenpersonen in dit hele digitale euroconcept. Theoretisch gezien zouden we als centrale bank natuurlijk direct contact kunnen leggen met de eindgebruiker, maar dat zou ook impliceren dat wij een hele hoop andere activiteiten moeten uitvoeren. En Yvan heeft het daar juist aangegeven, KYC, compliance, maar ook support geven aan de eindgebruiker. Dat zijn activiteiten die dat we niet echt veel expertise in hebben, waar we ook niet noodzakelijk naartoe willen evolueren. We willen geen directe concurrent worden voor die commerciële banken. Welke rollen kunnen ze dan wel spelen? Dat is een vraag die nog altijd blijft. Er zijn er eigenlijk twee. Langs de ene kant kan je een gateway-rol beginnen spelen, of langs de andere kant zou er een mogelijkheid kunnen zijn voor een meer uitgebreide settlement agent. Dus de gateway-rol is eigenlijk vergelijkbaar met de rol die commerciële entiteiten op dit moment spelen in de verdeling van cash. Een settlement agent, daarbij zou je eigenlijk als commerciële tussenpersoon de betalingstransacties gaan aanvaarden en die dan achteraf invoeren in het back-end systeem van het eurosysteem. En dat heeft voor het eurosysteem verschillende voordelen, zoals het beperken van het aantal connecties, wat dat operationeel gezien een interessante piste is. Maar opnieuw, hier is eigenlijk geen enkele beslissing over genomen. En dan het laatste, de manier waarop dat de eindgebruiker gaat connecteren en gaat kijken naar welke holdings hij heeft, payment instructies, betalingsinstructies gaat initiëren, dat zijn die eindgebruiker oplossingen. We zijn allemaal wel zeer vertrouwd geraakt met mobile banking, online banking, andere webgebaseerde toepassingen om aan betalingen te doen. Maar we willen ook niet vergeten dat er in de omgeving en in de samenleving mensen zijn die geen smartphone hebben of die eigenlijk heel bewust geen smartphone willen gebruiken voor betalingen uit te voeren. Voor die mensen moet er een alternatief zijn en we kijken daar ook heel actief in mogelijkheden in termen van hardware, betalingsoplossingen die gebaseerd zijn op hardware. We kijken daar heel breed naar en we kijken daar met buitenstaande partners. Dus dat is eigenlijk in een nutshell waar we naar kijken vanuit het perspectief van het systeem.
Kijken we dan naar het betalingsinstrument zelf, dan zijn er drie grote vragen die direct naar boven komen. Moeten we het gaan verlonen? Moeten we er beperkingen op zetten? En welke privacy willen we daaraan toekennen? Kijken we naar die verloning, het is daar juist al gezegd geweest, je kan een digitale euro gaan gebruiken als een manier om aan monetair beleid te doen. Je kan dus beslissen om een verloning uit te betalen en dan is de volgende beslissing, kan die verloning al dan niet negatief zijn. En tenslotte kan je ook kiezen voor een opsplitsing waarbij dat een eerste schijf veel interessanter verloond wordt om die betalingsaspecten te gaan stimuleren, maar een hogere schijf eigenlijk helemaal niet interessant verloond wordt om te vermijden dat er te veel geld in die digitale euro terechtkomt. Dat is één manier eigenlijk om dat betalingsaspect te stimuleren zonder te veel op het vlak van die financiële instellingen te komen. Een andere manier zou kunnen zijn om dat te doen op basis van sterke limieten, waarbij je zegt van alles wat dat boven een bepaalde hoeveelheid digitale euro komt, er een automatisch overschrijving komt naar een rekening bij een commerciële instelling. Dat kan een bank zijn of een andere vervaarder. Een andere mogelijke toegangsbeperking dat we zeker in gedachten houden, is ook wat te doen met mensen die leven buiten het eurozonegebied. We willen natuurlijk geen digitale dollarisation, of zeg dat, digitale euronisation gaan organiseren in bepaalde werelddelen. Maar er zijn ook natuurlijk wel valide argumenten. Bijvoorbeeld als een toerist naar hier komt, moet hij ook kunnen betalen voor zijn hotel of moet hij ook eten kunnen kopen enzovoort. En dan de laatste heeft te maken met privacy. Daar kunnen we theoretisch gezien een model opzetten waar dat je een kleine beperkte hoeveelheid kan gebruiken om anoniem te betalen. Eigenlijk zoals het nu met cash gebeurt. Je kan voor kleine bedragen met cash betalen, grotere bedragen worden dan niet toegelaten. En dan heb je eigenlijk een vorm van identiteitsanonimiteit en transactieanonimiteit. Je weet niet wie dat gedaan heeft en voor welke transactie dat gediend heeft. Als we nu gaan kijken naar een bredere functionaliteit in die backend, zouden we theoretisch gezien ook kunnen gaan kijken naar program privacy. Wat gebeurt er allemaal in? Dus dat is eigenlijk in een notendop waar dat we allemaal naar kijken vanuit een conceptueel standpunt. En dus op dit moment hebben we zeker nog niet beslist wanneer of dat er een euro gaat komen en hoe dat die er dan gaat uitzien. Die euro, of dat die er komt, die beslissing wordt eigenlijk pas midden 2021 genomen. En dan gaan we kijken met alle verschillende stakeholders. We gaan u ook actief gaan contacteren om te kijken welke beslissingen dat daarin moeten genomen worden. En ik denk dat een eerste goed voorbeeld daarvan eigenlijk de recent afgesloten consultatieronde is. Dat is een beetje de digitale euro zoals we zouden spreken. Ivan gaat nu eigenlijk die digitale euro plaatsen in een groter kader, een groter framework, de Europese betalingen, maar ook tegenover andere systemen enzovoort. Dus ik geef het woord terug aan Ivan. Merci Philippe. Quelques mots sur la compatibilité entre l'euro numérique et les initiatives privées. Comme l'a déjà dit le directeur Hermans, l'euro numérique serait un complément au cash et également aux services de paiement du secteur privé. Et les intermédiaires privés seront bien placés pour offrir des services du front-end et des services accessoires afin de construire un nouveau business model qui serait basé sur l'euro digital ou des nouveaux business models comme les paiements via l'Internet des objets. Et il faut insister que l'eurosystème continue de soutenir les efforts du secteur privé de créer une solution de paiement transfrontalière at the point of interaction, c'est-à-dire au point de vente et aux ventes via Internet. Parce que à l'heure actuelle, via les cartes, il faut savoir, même si on a l'impression de pouvoir payer par carte de débit à l'étranger, on utilise les systèmes Maestro, par exemple, et donc nous n'avons pas vraiment un système pan-européen pour payer dans les points de vente. Slide suivant.
Je voudrais souligner ici la différence entre l'euro numérique et ce qu'on appelle le wholesale CBDC. Il y a déjà des questions dans le chat. En fait, nous avons traité aujourd'hui ici de ce qu'on appelle le CBDC de détail pour le grand public. Et en fait, il existe un autre CBDC appelé wholesale qui est destiné aux agents wholesale, les institutions de crédit par exemple, qui ont un compte en Target 2, ont déjà du CBDC, c'est digital, c'est du Central Bank Money, mais c'est destiné aux institutions de crédit. Mais il faut souligner que des nouvelles demandes émergent pour le moment et le marché demande une efficience grandissante et plus d'accessibilité, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Le marché demande aussi une meilleure interopérabilité entre ce qu'on appelle les RTGS, les Real-Time Gross Settlement System comme Target 2, et les solutions basées sur la technologie Distributed Ledger. Ainsi, il y a des initiatives du secteur privé pour faire du payment versus payment, donc de l'euro par exemple contre du dollar, ou de la livraison de titres contre paiement, ce que font déjà les Security Settlement Systems pour le moment. Donc, afin de répondre à ces besoins, on pourrait avoir besoin d'une nouvelle forme de wholesale CBDC et par exemple développer du tokenized cash. Et il y a d'ailleurs des expérimentations, la Banque de France en fait, et à Bâle aussi, il y a des expérimentations dans ce domaine. Mais notre présentation ne traitait pas sur ce point. Slide suivant. Donc nous voici arrivés à la conclusion. En fait, l'euro numérique, la numérisation se répand de tous les jours dans tous les domaines de notre vie et plus particulièrement ces derniers mois au cours de la pandémie. Et ça influence dans la manière dont nous payons. Et dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a décidé de progresser dans l'avancement de son analyse sur sur l'émission potentielle d'un euro numérique. Donc un euro numérique pose des questions de nature légale, technologique et politique et l'eurosystème dans les mois et les années à venir devra trouver une réponse à ces questions. Ce qui est sûr, c'est que le processus prendra un temps relativement long. Comme l'a dit Philippe, les mois ont débuté déjà en 2014. Maintenant, ils expérimentent à grande échelle, mais ce n'est pas encore une solution pour tout le pays. Donc maintenant, on est dans une phase d'écoute. Il y a une consultation du marché des citoyens qui s'est terminée hier et d'expérimentation. Alors l'euro numérique, comme on l'a dit à plusieurs reprises, sera un complément au cash et aux solutions de paiement du secteur privé. Et l'euro numérique sera plus un moyen de paiement qu'une forme d'investissement. Donc, il est important de retenir qu'il n'y a pas de décision pour le moment, que l'eurosystème veut se tenir prêt à introduire un euro numérique dans le futur si le besoin s'en faisait ressentir, et une décision sera prise à la mi-2021 de lancer ou non un projet d'euro numérique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à Geert qui va animer la séance de questions-réponses. Geert, u staat nog op mute. Oké, ça va être mieux comme ça. Dank u wel voor de presentatie en de toelichting. On a reçu pas mal de questions. Une autre question, je vais poser la question dans la langue de intervenant. Een eerste vraag is, hoe zou een digitale euro er eigenlijk in de praktijk kunnen uitzien? Welke rolverdeling zien we daar tussen bijvoorbeeld de centrale banken en de commerciële banken? Een vraag die daar voor een stuk bij aanleunt is, kan de retail een munt gaan aanhouden? En zo ja, bij wie kunnen ze die aanhouden? En nog een vraag in dezelfde sfeer. Moeten centrale banken dit enkel gaan creëren?
Of moeten ze ook gaan instaan voor de betaalinfrastructuur zelf? Dus nogal wat vragen over de setup en de verdeling banken, commerciële banken, handel. Dat is het eerste thema dat toch nogal wat vragen heeft opgeroepen. Ik zal misschien beginnen en dan kunnen Philippe en Yvan eventueel aanvullen als ze dat zouden willen. Ik denk dat deze vragen een van de kernpunten aanraken in het hele digitale euroverhaal van wat gaat de toekomstige rolverdeling zijn tussen commerciële banken en centrale banken. Nu, in de presentatie hebben we er al een aantal keren de nadruk op gelegd dat er complementariteit moet zijn. Het is niet of, het zal en moeten zijn. En in dat verband heeft de High Level Task Force binnen de ECB heeft altijd gezegd dat zij volledig de Europese betalingsstrategie ondersteunt. En in die Europese betalingsstrategie is er ruimte voor zowel private initiatieven als voor initiatieven van het invoeren van een digitale euro. Dus we zien daar op zich geen incompatibiliteit tussen beide systemen, beide betaalmogelijkheden. Nu, er zal natuurlijk veel afhangen van wat de concrete modaliteiten gaan zijn over de design features die we gaan afspreken. Zowel Philippe als Yvan hebben er al naar verwezen. Veel zal afhangen van de concrete modaliteiten. Gaan we naar een getierd systeem waarbij dat er verschillende regels gelden voor als je bepaalde drempels overschrijdt? Dus ik kan me inbeelden dat je zegt van tot bijvoorbeeld een bedrag van 50 euro zal een digitale euro zich gedragen als cash, dus anoniem, privacy, misschien zelfs offline. En hoe hoger je gaat, hoe minder van die kenmerken er zullen beschikbaar zijn. Hoe hoger je gaat ook, hoe misschien negatiever de remuneratie kan zijn. Dus ik zie daar geen probleem voor de rol van de commerciële banken. Zij zullen altijd de eerste toegangspoort worden voor consumenten tot het betalingssysteem. Ik zie het, er is nog geen beslissing over genomen, maar ik zie het in de toekomst ook niet gebeuren dat bijvoorbeeld elke particulier een rekening zal openen bij de centrale bank. Dat zie ik in de toekomst niet gebeuren, dat is niet de taak van de centrale bank. Hetzelfde met de betaalinfrastructuren zelf. Centrale banken hebben een rol te spelen in het aanbieden van een aantal diensten in heel het betaalinfrastructuur. Maar opnieuw, dat is maar waar dat er geen private initiatieven voorhanden kunnen zijn. Dus ik zie daar een zeer grote complementariteit tussen de twee types van banken in de toekomst. En zij hoeven elkaars concurrenten daarbij niet te worden. Maar ik weet niet of dat Yvan of Philippe daar iets willen aan toevoegen. Ja, nee, inderdaad. Die complementariteit dat belangrijk is. En wat we ook zien is die commerciële banken en andere spelers in de sector zijn heel innovatief, richten op convenience. Terwijl het een digitale euro eerder een basisbetalingsinstrument zal blijven. Daarnaast moeten we ook zien aan de complementaire diensten. Het is niet zo dat wij als centrale bank bijvoorbeeld wisselkantoor gaan spelen voor het uitwisselen in andere munten enzovoort. Dus die bijkomende services, dat is zeker ook ruimte voor de commerciële banken. En bovendien, als de wet van Gresham klopt, dan zou er geen probleem mogen zijn voor commerciële banken. Ja. Oké, dank u wel. Nog twee vragen in verband met die rol die de CBDC kan spelen. De eerste vraag is waarom gaan we met verschillende digital currencies gaan komen? Er is een initiatief in China, er is een initiatief in Europa, in de States denkt men erover na. Of is men aan het werken eraan? Is het niet beter dat we naar één wereldwijde munt gaan? Dat is een eerste vraag. En een tweede vraag, en die kwam in het Engels binnen, dus ik zal ze ook in het Engels formuleren. Do you believe CBDC would contribute to decrease frauds and shadow economy? Misschien voor de eerste vraag, waarom geen wereldmunt? Wel nu, ik denk dat een munt, een centrale bank geld, hangt samen met een monetaire zone.
Dus er zijn nu eenmaal verschillende monetaire zones in de wereld die hun eigen kenmerken hebben, die hun eigen monetaire politiek hebben. Ik kan mij voorstellen dat mocht men naar een wereldmunt gaan, dat men ook eenzelfde monetair beleid zou moeten voeren, dat men ook de mogelijkheden van devaluaties zou moeten opgeven. Dus daar komt er wel wat bij kijken. Dus dat soort van eenmaking hebben we in Europa voor een stuk gehad. Ik sluit natuurlijk niet uit, op lange termijn mag je nooit iets uitsluiten dat op zeer lange termijn er een soort van wereldeenmaking komt. En in die omstandigheden zou een wereldmunt kunnen ontstaan. Maar ik denk dat een wereldmunt hebben en dan verschillende monetaire zones houden, waar dat er nog altijd ja, toch FX-risico's gaan blijven bestaan, dat lijkt mij veel problemen te hebben. Okay. En wat was de tweede vraag, Geert? De tweede vraag was een vraag in het Engels. Ik ga ze terug eventjes. Do you believe CBDC would contribute to decrease frauds and shadow economy? Dus eigenlijk, ja. Well, that depends again on the characteristics of CBDC. If you would design CBDC where privacy is very important, then you could imagine that transactions would be anonymous. And it would not decrease the knowledge on those transactions. So in that regard, there would be no difference with the use of cash. On the contrary, if you would design a CBDC where there's no privacy at all and every transaction is recorded in the register, I can imagine that then every transaction would be known by authorities and by central banks. So again, it depends on the design features and on which CBDC you introduce. Il y a plusieurs questions sur l'existence des autres crypto-monnaies comme le Bitcoin. Et des questions, quel sera le futur du Bitcoin et pourquoi, par exemple, on continue à autoriser la diffusion du Bitcoin si on crée nous-mêmes notre propre crypto-monnaie banque centrale? Je peux répondre. D'abord, le Bitcoin pour l'eurosystème n'est pas une monnaie. Donc, il faut bien se rendre compte que l'euro, c'est une monnaie et il y a une banque centrale derrière. Et donc, on voit dans la fluctuation du Bitcoin qu'à certains moments, on n'a plus que ses yeux pour pleurer et que donc, on ne peut pas aller réclamer son dû et il n'y a pas de contrepartie. Ça, c'est la première. Et pourquoi autoriser le Bitcoin? C'est pas parce qu'on va émettre de l'euro numérique qu'on va interdire le Bitcoin. On pourrait interdire le Bitcoin pour des raisons de stabilité financière et de réglementation bien avant qu'on émette de l'euro à la limite. Mais c'est deux problématiques à part d'interdire éventuellement le Bitcoin ou pas. Et ce n'est pas lié à l'émission d'euro numérique. Ok, ça c'est clair. There is another question in English. Coming from a journalist of Politico who is following us, and that's a question related to our position about the idea of would we support a digital euro token based and recorded on a decentralized ledger? That's very specific, so it would be a token based euro on a decentralized ledger. So we're talking now about technology. So those are two possible technologies. You can have a token-based euro in a centralized ledger. So I don't see, this is a very specific design feature. That's one of the possibilities. We haven't decided on that yet. We are now in the phase of analyzing all the possibilities. As Ivan and Philip mentioned, there will be a decision half of 21, so by the summer of 21, which will be the feature and the characteristics of a digital euro if we were to introduce it.
So this will be analyzed as well as other possibilities. So not DLT-based, token-based, but in a centralized ledger, not account-based. So this is one of the possibilities among many others. So we are analyzing all of that right now. Een andere vraag, ook heel concreet, over ja, hoe lang denken wij dat het nog gaat duren vooraleer de ideeën en de plannen en de discussies zich gaan concretiseren. Dus wanneer gaan we die digital euro gaan tot leven zien komen, geboren zien worden? Goh, mocht je me dat 3 jaar geleden gevraagd hebben, zou ik gezegd hebben, het zal nog zeer, zeer, zeer lang duren. Nu, de laatste jaren is heel dat debat in een enorme versnelling gekomen, omwille van een aantal externe factoren. We hebben de discussie gehad rond Libra. We hebben bijvoorbeeld nu ook de pandemie gehad, waarin dat elektronisch betalen sterk is doorgebroken op contactloos betalen. We hebben de evolutie gehad naar instant payments, dus dat cross-border payments nu ook zeer snel kunnen gaan. Dus er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren in het payments landscape. Dus als je me 3 jaar geleden zou gevraagd hebben wanneer, zou ik gezegd hebben nog zeer lang. Als je het mij nu vraagt, zou ik zeggen van ik denk dat het er gaat komen en ik denk op de middellange termijn. Dat wil niet zeggen in 2022, maar het zal ook niet volgens mij tot 2030 duren voordat je dat gaat hebben. Ja. Maar dat is een puur persoonlijke inschatting daarvan, omdat er zoveel gebeurt op dat vlak. We hebben ook de geopolitieke positionering, hè. We hebben ernaar verwezen, China is al bezig. Er zijn discussies bezig, ook in de Verenigde Staten. Wil de euro zijn positie als internationale reservemunt behouden, dan gaan we ook moeten op dat domein stappen zetten. Ja, een vraag in dat verband trouwens komt van Bob Maas over die positioneringen van Europa ten opzichte van China en de Verenigde Staten. Als landen zoals China bijvoorbeeld een digitale yuan wel kunnen gebruiken om hun internationale rol van de yuan te gaan promoten, zien we dat ja, als een risico voor de rol van de euro of de dollar als reservemunt op termijn? Maar een risico is een groot woord. Natuurlijk, als er andere reservemunten ontstaan die een sterke internationale positionering krijgen, dat betekent dat het marktaandeel van de andere munten natuurlijk gaat dalen. Dan is de vraag van hoe erg vind je dat? Maar ik kan mij inbeelden en dat is niet de rol van de centrale banken om zich over geopolitieke evoluties uit te spreken. Maar ik kan mij inbeelden dat voor de politici dat een niet zo heel aantrekkelijk uitgangspunt is. Ik denk ook dat het belang van de euro er duidelijk is, dat we dat moeten ondersteunen en dat we er alles moeten aan doen om de kracht van die reservemunt ook naar de toekomst toe te behouden. Ja, heel veel vragen komen binnen over ja, hoe gaat die digitale euro er toch uitzien. Iemand vraagt bijvoorbeeld, gaat dat dezelfde waarde hebben als cash? Die vraag is denk ik 3-4 keer teruggekomen. Is dat een verhouding 1-1? Gaat er een digital wallet op termijn komen waar beide munten, zoals bijvoorbeeld bitcoins en dergelijke ook, gaan naast een digital euro kunnen gaan inzitten? Werken we aan zoiets of gaan dat allemaal verschillende systemen blijven? Ja, daar toch nog graag iets meer duidelijkheid over, want er is nogal veel vraag van mensen daar rond. Misschien over de waarde en dan Philippe over de meer technische componenten. Het lijkt me evident dat er een 1-1 convertibiliteit zal zijn tussen digitale en gartale euro's. Het is alle twee centrale bankgeld, dus die convertibiliteit moet gegarandeerd zijn. Wat niet wil zeggen dat er een andere remuneratie kan zijn voor digitaal geld. Dus vandaag is gartaal geld, cash, als je dat thuis hebt, dat brengt geen interest op. Of in de huidige omstandigheden kost ook geen interest. Een van de mogelijkheden bij digitaal geld is dat je wel een negatieve interest zou kunnen aanrekenen, ook een positieve, dat hangt er vanaf. Dus daar zou er wel een verschil kunnen zijn, maar de intrinsieke waarde, daar zal geen verschil tussen zijn. Misschien over wallets, de additionaliteit met andere munten, Philippe? Ja,
Dus het kan niet de bedoeling zijn dat wij als centrale bank een wallet gaan uitrollen die alle mogelijke munten inzet. Want natuurlijk, als een buiten- en derde partij een wallet aanbiedt, dan zou die daar perfect kunnen inpassen. En het is ook wel een heel belangrijk element dat die interoperabiliteit met andere elementen in het financiële systeem wel behouden blijft. Het mag niet volledig afgescheiden zijn. Ja. Een heel praktische vraag. Als ik met digitale euro betaal, hoe kan ik dat bewijzen ten aanzien van de fiscus? Dus ook weer opnieuw vragen rond fraude die naar boven komen. Goh, ik ben geen kenner van de fiscus, maar ik vermoed dat de bewijsmiddelen bij cashbetalingen dezelfde zullen zijn als de bewijsmiddelen bij digitale betalingen. Dus ik vermoed dat een factuur waarop staat betaald, dat een bewijsmiddel kan zijn van een aankoop of van een betaling. Ja. Het is 2 uur voorbij. We gaan nog 1 vraag stellen. De andere gaan we proberen misschien te beantwoorden op de website van de bank. Donc, on va essayer de répondre aux autres questions sur le site internet de la Banque Nationale. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues et ça montre que le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. En die vraag die komt van een leerkracht eigenlijk en die zegt ja, voor mensen bestaat digitaal geld al vandaag. Hoe moet ik aan mijn leerlingen gaan uitleggen wat er nu op tafel ligt, wat dat juist is in een paar zinnen? Misschien als een takeaway van vandaag zal ik die oefening graag eens aan jullie voorleggen. Dus ik vermoed dat het vooral de vraag is van wat gaat het verschil zijn met geld dat vandaag op een bankrekening staat? Correct. Het grote verschil is natuurlijk dat het uitgegeven is door een centrale bank. En dat kan misschien niet zo belangrijk lijken, maar we gaan er wel vanuit. En ik ga nu de vele deelnemers aan het webinar van de commerciële banken misschien een beetje tegen de borst stuiten. Maar in principe is het trekkingsrecht op een centrale bank iets waardevoller dan dat op een commerciële bank. Dus de claim op een centrale bank is intrinsiek waardevoller wellicht dan die van een commerciële bank. Dus ja, de digitale euro is echt die waardevolle claim op de centrale bank die je hebt met cash, nu in een digitale vorm. Dus het is eigenlijk digitale cash. Centrale bankgeld voor particulieren. Oké. Dank u wel. Merci bien. Tim Hermans, Philippe Caron en Ivan Timmermans. We hebben gemerkt, dames en heren, dat de belangstelling voor dit thema zeer groot is. Dat zal ons zeker motiveren om bij jullie terug te komen over dit thema. We gaan deze presentatie alvast online zetten. Oui, il y a beaucoup de questions. Vous êtes très intéressé dans le sujet, ça c'est clair. Beaucoup de choses qui ne sont pas claires pour vous. Donc, on a un rôle à jouer comme banque centrale là sur notre site de la banque. On va essayer de répondre à toutes vos questions sur notre site. Vous pouvez retrouver ce séminaire digital qui est enregistré là sur notre site de la banque. En dan rest mij nog 1 ding, en dat is jullie te bedanken voor jullie deelname. Merci bien pour votre attention aujourd'hui et encore une bonne journée. Merci bien. Peut-être, Geert, une chose importante, c'est que le rapport du Task Force a été publié sur le site web de la BCE. Donc tout le monde peut le downloader là-bas. On va mettre un lien sur notre site, comme ça c'est facile à trouver. Dank u wel en tot de volgende keer.